Beste donateurs, adverteerders in ons mooie blad Stad en Ambt en andere belangstellenden. Het jaar 2021 heeft helaas wederom in het teken gestaan van het coronavirus. En inmiddels zijn we aan de derde prik toe. En de Omicron-variant is dominant onder ons. Daarom helaas weer een tweede digitale kuieravond met Thomas Vaar en Pieter Nel. Maar toch, er is wel hoop. Actueel Deens onderzoek laat zien dat binnen 2 maanden er een einde kan zijn aan het coronavirus. Laten we hopen dat het zo is. En dat in het voorjaar alles weer open mag gaan. Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd met en rond onze historische kring. En daarom een hele korte terugblik. En allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Gerard Kokhuis op 8 december jongstleden. Hij was een bekend stad- en streekhistoricus en heeft onder meer het boek geschreven De Historie van Almelo. En mede daarom heeft hij in 2015 terecht de Manskapbergprijs mogen ontvangen. En als historische kring zijn we gelukkig er ook in geslaagd om nog enkele lezingen mooi te laten doorgaan. Zowel digitaal als op vertrouwde locatie. Maar er is wel meer dan dat. Door de inzet van de redactie van Stad en Ambt zijn er weer 4 prachtige uitgaven het afgelopen jaar ontvangen. En we zijn zichtbaar geweest, onder meer in het overleg met andere erfgoedorganisaties in het platform Cultureel Erfgoed Almelo, maar ook door de terugkeer van de Almelo Geschiedenisquiz. En hopelijk kunnen we deze quiz in 2022 voortzetten. En in nauwe samenwerking met de gemeente Almelo wordt gewerkt aan de realisatie van de 2 stadspoorten in de stad. En zijn we ook betrokken geweest bij de actualisatie van de bestaande cultuurvisie en hebben we meegedacht aan de herinrichting van het busstation Wierdensestraat. En het historisch informatiepunt, waar Harry Koop samen met andere vrijwilligers werkt, is bezig met verdere digitalisering en ze hebben ook een aantal vragen van belangstellenden mogen beantwoorden. En dan nog even de website, die er steeds professioneler uit gaat zien dankzij onze webmaster Wim Noordik. En deze website trekt ook meer bezoekers. En dat is mede van belang voor de positie van de historische kring in de lokale samenleving. En dat alles is ook een belangrijk signaal dat we op de goede weg zijn. En het feit dat we in slagen het aantal donateurs op peil te houden is daar een teken van. En uiteraard gaan we daarmee door. En liefst willen we ook nog meer donateurs hebben in 2022. En ook dit jaar gaan we onverdroten verder met het nastreven van onze doelen. En het zijn van een betekenisvolle historische kring voor Almelo, haar inwoners en belangstellenden van buiten. En afsluitend wil ik namens bestuur u allen een gezond en gelukkig 2022 toewensen. En dat we elkaar volgend jaar weer live mogen ontmoeten bij de Kuieravond. En dan geef ik nu graag het woord aan Thomas Vaar en Pieter Nel. En daarvoor zeg ik op voorhand Wim van der Elst dank, Sandrine van Woudenberg en Marnix van Kooi. Helaas, ook nu doen we het weer precies zoals de vorige keer. Deze fameuze jaarkroniek is alleen voor het tv-publiek. Als u erbij bent, is het fijner. Maar het wordt te veel, het moet juist kleiner. Omicron waart nog door het land. En steeds weer in een andere variant. Houd dus afstand en neem een prik en bedek uw mond, net als ik. Oren open en luister goed naar wat er hier wordt uitgebroed. Wij zijn per slot het nieuwjaarspaar, bekend als Pieter Nel en Thomas Vaar. De kop is eraf. Waar zullen we eens beginnen? We moeten toch een sterk begin beginnen. Nou, kom met een lachertje voor de draad. Ik stel dus voor de gemeenteraad. Ja, dan is ons praatje goed gevuld. Ongelooflijk, wat wordt daar wat afgepraat. Met 15 fracties. Een vergaderhel. Het lijkt soms de Tweede Kamer wel. En niemand die nou eens opsalamandert. Nee, er wordt gewoon van partij veranderd. Van links naar rechts, van dit naar dat. Heeft u bezwaar? Ach, lik me... Zeg, Pieter Nel, hou het kuis. Dit is tv, we zijn niet in het stadhuis. Ja, maar toch, de ideeën waar ze soms mee komen. Dat bedenk je toch niet in je stoutste dromen? Die wethouder Maathuis die wilde 12 miljoen om iets met bootjes te gaan doen. Ja, van de Schelvorst naar de stad in een bootje. Nou, dat leek hem wat.
Ongeacht wat hij moest lopen. Nee, dat plan, dat was bezopen. Wij willen Maatenhuis adviseren. Ga je op inhoud profileren. Heus, zo'n burgemeestersketen, die bereik je niet met loze kreten. Opluchting is er nu in Zenderen. Het verkeer hoeft er niet meer doorheen te denderen. Nou, het zal nog wel wat jaartjes duren voordat je er weer omheen kunt sturen. Als het tenminste zover komt. Het Almeloos College, dat gromt. En Bornebroek is nu de klos. Plus een stuk van het Nijrees Bos. De wethouders spraken vol zelfbeklag. Alleen verloren is de slag. Maar de strijd gaat voorlopig door. Daar zorgt Van Mierlo op Facebook wel voor. Voorkom alstublieft een historische fout. Had het college dit eerder onderbouwd en alles wat eerder ingeschat, daar had Bornebroek wat aan gehad. Die zaak die speelt al 20 jaren zonder gerucht, zonder bezwaren. Nou, er valt ook veel te verklaren door het niveau der ambtenaren. De Raad van State in Stegenhuisgate vond dat iemand te veel petten opdeed. Ambtenaren hadden dat moeten weten. Tja, dat waren ze eventjes vergeten. En de echte kennis, die moeten ze nu huren. Dat verklaart die stapels facturen. Maar die leggen ze bij de aandelen Twents. En die gaan met een reuze hoera in de hens. Wie gaat ons deze wirwar uitleggen? Als u het begrijpt, mag u het zeggen. Heb je nou nog iets over de stadspolitiek? We hielden het in het begin, Kolderik. We zijn het meer dan eenmalig. De aandacht voor erfgoed, die is maar armzalig. Raad en college excelleren in perkjes aanharken en veel asfalteren. En men zoekt verwoed naar plantjes wiet. Maar die grote partijen, die vinden ze niet. En als je iets weet en je wilt aangifte doen, dan sta je in de wachtrij tot aan je pensioen. Dus college en raad, denk eens wat meer aan de mensen. Hou eens rekening met wat die wensen. Dus minder gekissemis en meer burgerzin, want u gaat er zo vaak dwars tegenin. Ja, en straks zijn de verkiezingen, voor veel de finale. Dan wilt u toch wel een voldoende halen? Oh, ik vreesde even dat Forum Boreale. Passen jullie maar op, er komen tribunalen. Nee, Thomas, vaar. Ik hou best wel van geintjes, maar hier zeg ik, we houden het fijntjes. Genoeg over dat kleinsteedsbestuur. Wij zijn toe aan de cultuur. Hoewel, de cultuurnota werd uitgesteld. De raad vond het een mijnenveld. Nou, persoonlijk denk ik al een poos. Die raad is gewoon visieloos. En niets kun je over niet schrijven. Dus alles moet bij het oude blijven. Maar toch, het Theaterhotel en Hof 88, die weren zich tijdens deze pandemie krachtig. De bioscoop en horeca, ontzettend balen. Het is toch ook verschrikkelijk, al die lege zalen. Tegen al die ondernemers zeggen wij vlug, wij komen weer als gast bij jullie terug. Van dit alles leerden wij één ding. Het is aan onze historische kring de cultuur ter hand te nemen. Voor ons bestaan er geen problemen. Bij de Almeloze invalswegen kwam u vieze paaltjes tegen. Witte paaltjes met 3 ruiten in een staat om uit te fluiten. Bestuurslid Bert maakte ze schoon. Ontving daarvoor geen enkel loon. En de kwasten en de verf, die haalde hij bij de gemeentewerf. Bij ons gaat Bert over het gesteente. Hij doet dat samen met de gemeente. De grenssteen Vettesteen was jaren zoek, maar Bert vond hem terug in een verloren hoek. Die steen is voorzien van een infopaneel. En de onthulling was heel officieel. Met wethouder Van Mierlo strak in pak, zodat aan cachet niets ontbrak. En kijk eens naar het manskapbaar mozaïek. Wordt nu hersteld, dat wordt weer chic. Hans Hunter is daar druk aan het plakken. Het dreigde van ellende in te zakken. Die man die verdient eigenlijk een lintje. Hij restaureert alles vrijwillig. Vandaar dit hintje. Het was feest bij Menigebrug. Want die kreeg dankzij Stichting Stadsherstel zijn naam terug. De linkerbrug is weer bekend, omdat u daar brugwachter Linker in herkent. Hé, hey, daar voel ik een idee op doemen. Om die bij de rechtbank de rechterbrug te noemen. Kennis der geschiedenis kwam tot uiting in een quiz. 8 teams van 4 personen kwamen in de biep hun kennis tonen. En wie het onderwerp het best beheerste, dat was team erfgoed. Zij werden de eerste. Tot de programmacomponenten hoort ook de aandacht voor monumenten. Dat doen we met een open dag.
zodat iedereen er komen mag. De Java-toren bracht iedereen in extase. Er werd daar hoog van de toren geblazen. Het bood de belangstellenden een uitzicht op hoog niveau van ons prachtige Almelo. Ja, dat gebouw is zonder meer fors. Maar niet Almelo's langste. Dat is de Sjors. Nog altijd verwachten wij de wedergeboorte van de oude Almeloze stadspoorten. Door flinke kritiek van Rijsperman en zinvol getetter van Kortrompetter duurde het wat langer dan verwacht, maar ze worden nog dit jaar teruggebracht. Ach ja, je kunt ook wel van alles plannen. Maar je moet er nu eenmaal aan wennen dat alles toch wordt uitgesteld en uiteindelijk afgemeld. Zo kwamen 3/4 eeuw geleden hier de Canadezen aangesneden. Nou, en het zal ons best plezieren als we dat nou eindelijk eens kunnen vieren. Wel, ik kan jou zeggen, lieve meid, de lezing daarover, die is voorbereid. En voordat ik het totaal vergeet, wij hadden ook klein leed. Een van de ijsvogels zat vastgevroren. Dat arme beest was zo verloren. Zijn snaveltje compleet kapot. Och, wat voelde die zich rot. Ja, maar die sukkel moet dan beter weten. Water bevriest. Niet meer vergeten. Nou ja, het zal ook niet meer gebeuren. Ze hebben hem naar een hogere plek laten sleuren. Onze vrienden van Heracles zoeken wanhopig naar succes. Is het niet Heracles? Ik zeg, neem jij je spraakles. Waar moet het met Heracles heen? Nu zegt Wormoed ook nog Alvides heen. Tja, geen idee. Maar ze hebben nu ledlicht. En dat beneemt ze kennelijk het zicht. En er is een aantal geblesseerd. Nou, dan zijn de kansen snel gekeerd. Tegen Groningen gingen ze eindelijk stunten. En wonnen ze weer eens de 3 punten. De wedstrijd daarna, tja, die was zuur. 1 puntje maar tegen Cambuur. De heren wacht nog een best karweitje op route naar het linkerrijtje. Jongens, in plaats van steeds de strijd verknallen, volg ons motto. Aanvallen. Wilt u nog iets weten? Waar moet u wezen? Waar kunt u al deze informatie lezen? Nou, kijk eens bij ons op internet. Tik Historische Kring Almelo en u bent gered. Ons magazine Stad en Ambt met mooie verhalen, voor u als donateur dan vrij beschikbaar. Hoeft u niet te betalen. En hiermee is onze tweespraak uit en zeggen wij tot besluit. Als Pieter Nel en Thomas Vaar wensen wij u een heel goed jaar.